Adiwawa, sorry, met wat voor gevoel sta je hier na afloop van de wedstrijd RKC Feyenoord 1-2? Teleurstellend gevoel. Ik denk dat we tot en met de rode kaart goed de kans hadden om te winnen vandaag en helaas is het niet gebeurd. In jouw ogen is dat het breekpunt van deze wedstrijd geweest, de rode kaart voor Braber? Ja, duidelijk ja. Zeker weten. Hoe ervaren jullie dit in het veld? Want het is een discutabele kaart, maar RKC-spelers vinden het niets, Feyenoord-spelers vinden het wel een rode kaart. Hoe ervaarde jij het? Ik weet niet, op dat moment had ik niet het gevoel dat het een rode kaart was en aan Bakal te zien, die kon gelijk doorlopen en die had geen medische verzorging nodig. Dus in dat opzicht heb ik niet vermoed dat het een rode kaart is, maar dat moet ik natuurlijk nog terugzien. Dan is het 10 tegen 11, dan krijgen jullie nog een hele grote kans via Van Hout om in ieder geval zelfs nog 2-0 te maken. Klopt, ja. Nou, die gaat helaas niet in. Dan krijgen we aan de andere kant. Ja, in de slotfase dan lopen jullie op het tandvlees en dan scoort Feyenoord. Goede goal Guidetti. Ja, en dan de winnende goal van Cabral. Daar zag het verdedigend bij jullie niet goed uit. Klopt. Ik denk dat we onnodige balverlies leiden op het middenveld. En die wordt gewoon direct afgestraft. Ja, en daar moeten we van leren. Dat mag niet nog een keer gebeuren. Bijna altijd een hele mooie dag voor jou kunnen zijn, want met de rust stonden jullie op een 1-0 voorsprong. Een assist van jou en een doelpunt van ten voorde. Wat dacht je? Het kan mijn dag gaan worden? Nee, ja, zoals ik al zei, ik leef naar elke wedstrijd toe en vandaag was precies hetzelfde als tegen Heerenveen of tegen wie dan ook. En dat verandert voor mij niks eigenlijk aan. Ja, dat wil ik niet geloven. Je speelt tegen de ploeg waar je eigenlijk nog onder contract staat, waar je iedereen kent. Dat moet toch speciaal zijn? Nee man, totaal niet. Nee. Ik ken wel meerdere jongens bij andere clubs die spelen, dus in dat opzicht verandert er niks. 2 of 3 weken geleden heb ik tegen VV gespeeld, daar ken ik ook nog iedereen van. Dus. Maar ik kan me wel voorstellen dat je juist tegen Feyenoord wil laten zien dat het een verkeerde keuze is geweest om jou weg te sturen. Nee, ook totaal niet. Ik heb totaal geen revenge gevoelens of wat dan ook. Ik ben gewoon bij RKC bezig en ik wil mezelf ontwikkelen en met het team willen we zo hoog mogelijk eindigen. Naast dat ik mee bezig ben en wat daar buiten allemaal gebeurt, kan ik niks aan doen. Wat vond je van Feyenoord? Ja, wat vond ik van Feyenoord? Ik vond dat wij goed begonnen aan de wedstrijd. Ik denk dat wij verdiend op voorsprong kwamen. En zoals ik al zei, ik denk dat de rode kaart het breekpunt was vandaag. En daarna waren ze gewoon beter. 10 tegen 11 speelden ze het uit en maken ze 2 doelpunten. Nou, en dan houdt het op. Volg je die club nog wel? De club waar je dus eigenlijk onder contract staat. Ze spelen wisselvallend. Nou, vandaag merk je dat ook weer. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik volg het zeker weten. In dat opzicht zie ik wel dat het veel beter gaat dan vorig jaar natuurlijk. Dus vorig seizoen. En ik wens het allerbeste daarin. En nee, niet wisselvalligheid. Ja, daar komen ze sowieso wel overheen. En vandaag hebben ze gewonnen en vorige week ook. Dus. Jullie hebben een hele goede start gehad in de competitie. De laatste weken gaat minder, ondanks vorige week dan wel een goed punt bij Heerenveen. Maar moeten jullie je zorgen gaan maken als RKC zijn er nu? Nee, totaal niet. De week ervoor hebben we ook gelijk gespeeld tegen Groningen. Die Feyenoord 6-0 thuis een pak slaag gaf. En vandaag ook weer. We hadden vandaag de kans om 3 punten hier te houden. En helaas krijgen we een rode kaart. Dus dat op zich maakt me eigenlijk totaal geen zorgen. Oké, succes. Ja, alsjeblieft.